De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Arnhem staat dit jaar op de derde plaats van de duurste feestjes georganiseerd door de Nederlandse provinciehoofdsteden. In totaal kostte het €46.000 en dat terwijl er overal bezuinigd moet worden. De SP heeft bij de ingang van de Eusebiuskerk gedemonstreerd tegen de kosten van de nieuwjaarsreceptie. Zij deden dat door te collecteren voor de voedselbank. Waarom is de SP aan het collecteren hier? We hebben vorig jaar vraagtekens gesteld bij de uitgaven die worden gedaan voor de nieuwjaarsreceptie. Zo'n €50.000 was dat vorig jaar. En naar aanleiding daarvan hebben we vragen gesteld om te kijken of het college kon bezuinigen op deze nieuwjaarsreceptie. Daar is uiteindelijk uitgekomen dat er nu €4.000 dit jaar wordt bezuinigd op de catering en dat vonden wij wat teleurstellend. En om die reden zijn we nu aan het collecteren voor de Arnhemse Voedselbank. Vindt u het eigenlijk wel gepast dat de nieuwjaarsreceptie in deze tijd van bezuiniging gehouden wordt? Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, we hebben verschillende alternatieven aangedragen om inderdaad die kosten naar beneden te brengen. Als we dat wat kleinschalig doen, hoeven we deze dure locatie niet te betalen, niet te huren. Als we het Gelders Orkest niet laten optreden, maar we hebben fantastische amateurgezelschappen in Arnhem. We zouden ook verschrikkelijk veel kunnen bezuinigen. Dus een nieuwjaarsreceptie prima, maar op deze manier is het wat in deze tijden wat te groot. De SP moet niet zeuren wat mij betreft. We hebben het de afgelopen jaar over gehad. Toen heeft het college ook na een appel van de raad van kijken nog eens een keer naar en naar gekeken. Dat heeft geleid tot een brief van het college waarin ze hebben gezegd we kunnen ongeveer €4.500 bezuinigen. Daar heeft de raad verder niet over gesproken. Dus wat mij betreft is de SP nu met krokodillentranen bezig. Als zij de discussie opnieuw willen voeren, prima, want dat moet altijd kunnen in de raad. Maar laten we nou in één keer niet nu doen. Alsof de SP het afgelopen jaar daar een heel punt van gemaakt heeft. Dat is zeker niet zo. Gemeente Arnhem staat in de top 3 van de duurste. Had het niet iets minder gekund? Iedere receptie kan altijd veel goedkoper, uiteraard. Maar ik denk dat het ook wel goed is dat we ervoor kiezen om één keer per jaar ook in het symbool van Arnhem bijeen te komen. Dat wij het fantastische Gelders Orkest voor ons laten optreden. Ja, dat kost veel geld, daar kun je het altijd over hebben. Maar laten we er gewoon trots op zijn en laten we het vandaag vieren. Nou, is er wel een soort van imago bij burgers dat het een feestje voor elite is? Bent u het daarmee eens? Daar ben ik het echt niet mee eens. Iedereen kan een toegangsbewijs krijgen. Dus iedereen kan zich aanmelden en dan ben je echt van harte welkom. Dus het is geen elitefeestje. Ik ben wel blij dat het college ook alle maatschappelijke organisaties et cetera heeft uitgenodigd. Dat zijn hier en daar wat bobo's, maar wat geeft het? Ook zij mogen toch het nieuwjaar vieren. Weet u, de meeste mensen die hier rondlopen zijn Arnhemmers, zijn inwoners van Arnhem, zijn onze Arnhemmers. Natuurlijk zijn er ook mensen die uit naburige gemeenten komen, burgemeesters en wethouders. Het is gemeenteraadsleden, het is gebruikelijk om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. Zijn mensen van het provinciebestuur, natuurlijk zijn die er ook. Maar deze receptie is voor Arnhemmers. Besloten om te komen. Ja, als je erop tegen bent, moet je toch altijd zien waar je op tegen bent. Want alleen maar verhalen te horen van anderen hoe het was, is ook weer zo'n pover. Ja, en als ik dus nu kijk naar hoe het is, een groot deel van de mensen zit al, een ander deel zit nog niet. Die mensen die nog niet zitten, dat zijn de bobo's. Die hebben gereserveerde parkeerplaats, wat kan ik zeggen, een plaats. En het zou toch veel leuker zijn als al die stoelen hier weg zouden zijn. En mensen gewoon lekker met elkaar gaan babbelen, de gelukwensen gaan uitwisselen. En dan dat op enig ogenblik Paulien Krikke boven de mensen uitverheven wordt voor de korte nieuwjaarstoespraak. En dan dat er gewoon 2 of 3 Arnhemse orkesten, gewoon amateurorkesten, gewoon de boel opvrolijken. En niet dat chique het Gelders Orkest, want het is een mooi orkest. Maar wat ons betreft, de Zuid-Centraal betreft, hoeft dat niet voor €10.000 vanavond op te treden gedurende 3 kwartier. Dan zou je moeten kiezen voor een ander soort van receptie. Er zijn bij ons heel veel mensen. Wij laten als bedankje aan iedereen die hier komt ook het Gelders Orkest spelen, wat vanavond ook weer prachtig gespeeld heeft. We doen het in een prachtige ambiance, de Eusebiuskerk. Dat is natuurlijk wat geld kost, maar de essentie blijft. Het is om de Arnhemmers te bedanken. En om te zorgen dat ze met elkaar in contact komen. Past deze nieuwjaarsreceptie wel in deze tijd van bezuinigingen? Ik kan me die vraag goed voorstellen. En deze nieuwjaarsreceptie is bedoeld
om Arnhemmers te bedanken voor hun inzet voor de stad. Maar is ook bedoeld om Arnhemmers met elkaar in contact te brengen. Om te zorgen dat ze samen nieuwe plannen maken voor de toekomst. En ook mensen die elkaar nog niet kennen, maar heel veel in samenwerking voor elkaar kunnen betekenen. Om die elkaar te laten tegenkomen. Hoeveel had u gehoopt dat ze bezuinigd zou worden? Nou, minimaal de helft. Door een paar posten te schrappen kan je al de helft besparen. We kunnen al een dikke 10.000 tot 12.000 euro besparen op de zaalhuur. Ook al 10.000 euro op het Gelders Orkest. Dan ben je al 20.000 euro minder. Nou, en dan mag het wat ons betreft ook wat minder aan hapjes en drankjes zijn. Wat meer basic, want de burger moet het allemaal maar betalen. En het hoort niet meer bij deze tijd om ons te laten verteren als genodigde op een party zoals deze.